Dit is Radio GRK. The Feel Good Station. Na onze ontgoochelende eerste wedstrijd van gisteren hebben wij toch vandaag goed nieuws te melden. Met andere woorden, wij hebben twee nieuwe spelers aangetrokken. Waar wij 100% achter staan uiteraard. En waar wij van denken dat zij een kwaliteitsinjectie gaan geven aan onze groep. Ik begin met mijn buur. Naast me zit Stornike Okriashvili. Okriashvili is een moeilijke naam om uit te spreken. Stornike is van Georgië en heeft wij overgenomen van Shakhtar Donetsk. Hij heeft het laatste seizoen gespeeld in huurbasis bij Odessa in Oekraïne. Hij is een jonge speler, ik denk 22 jaar. Nationaal speler van Georgië. Is een jongen die met een creatieve voetballer en hij kan op verschillende posities in de frontlinie, in de voorlijn van pas komen. Onze tweede aanwinst is Hervé Cagé, natuurlijk meer bekend in België omdat hij een Belg is, maar ook omdat hij het grootste gedeelte van zijn carrière tot nu toe in België gespeeld heeft. Hij is opgeleid in Anderlecht, is bij Charleroi geweest en nu hebben wij hem overgenomen van AA Gent. Zij hebben beide een overeenkomst getekend, nu net, van 3 jaar plus 2 jaar optie. Dus wij zijn er rotsvast van overtuigd dat het 2 versterkingen zijn voor onze kern en dat wij, niet tegenstaande onze slechte start, dat wij net hun mooiste seizoen zullen beleven. Ik wil graag even Gunther Jacob laten toelichten meer hoe alles tot stand gekomen is. Ja, dus wij hadden gehoopt van vandaag in enigszins gunstiger omstandigheden deze jongens te kunnen voorstellen. Het is namelijk zo dat wij inderdaad gisteren een zware en ontgoocheling hebben opgelopen na die eerste wedstrijd in Mechelen. Dat had niemand zien aankomen en daar had ook niemand bij stilgestaan dat dat zo zou verlopen. En in die zin hebben we ook besloten vanuit de club om toch een aantal maatregelen te nemen. Omdat de groep iets te omvangrijk was om mee te werken, gaan we vanaf nu ook een beetje in twee groepen werken. Om echt de focus te kunnen leggen op de wedstrijdbeleving bij de jongens die meteen in aanmerking komen voor de volgende wedstrijd. Bij die jongens die in aanmerking zullen komen voor die volgende wedstrijd, zullen deze twee jongens absoluut zitten. Hoe het tot stand gekomen is, is eigenlijk vrij simpel en misschien niet zo eenvoudig. In die zin dat Tornike hebben we een eerste keer gezien toen hij met de nationale ploeg van Frankrijk, van Georgië tegen Frankrijk speelde en daar een dergelijke indruk naliet dat wij eigenlijk dachten dat die niet voor ons haalbaar was. Nu, de tijd en de omstandigheden hebben in ons voordeel gespeeld en hebben gemaakt dat hij uiteindelijk toch voor ons heeft kunnen kiezen en willen kiezen. Aan de andere kant, met Hervé zaten we een beetje in hetzelfde schuitje. Hervé is iemand die al lang in de belangstelling stond van Racing Genk. Maar ja, natuurlijk, de omstandigheden moeten er ook naar zijn. Bij Gent gaan aankloppen op dit ogenblik, als je toch een heel goed seizoen gespeeld hebt met heel wat doelpunten en assists, ja, dan wordt dat een heel dure vogel. Nu, door omstandigheden was het ineens haalbaar en hebben we ook meteen toegeslagen en zijn we blij dat we deze jongens allebei hebben kunnen binnen.